Zolang hier een watergang is, zeg maar, hebben ze hier al last van ratten. Dus eigenlijk al vanaf het begin van de wijk. De Wiegense wijk Salzhof kampt al jaren met een rattenplaag. Een van de manieren om deze beesten buiten de deur te houden is door de watergangen in de buurt goed te onderhouden. Raadslid Martijn Verharen van Kernachtig Wiegen vindt dat dit onvoldoende gebeurt en stelt daarom vragen aan het college. En zo'n watergang moet je bijhouden. Want als je een watergang hebt die dicht begroeid is, is een ideale plaats voor ratten om te nestelen en om te verblijven. Maar toen ik hier vier weken terug hier was, toen was het echt helemaal dicht gegroeid. Dan zag je het water ook niet meer. Stond er ook geen water meer in en noem maar op. Dus nu ziet het er best wel aardig uit, maar je moet eigenlijk dus het hele jaar door die watergang netjes houden. En niet een bepaalde periode maaien en dan een hele lange periode niets doen. Want dan creëer je alsnog die ideale nestelgebied en verblijfsgebied voor die rat. Meer maaien is niet de enige manier om ratten te weren. Dan gaat het over de IPM-methode. Integrated Pest Management komt erop neer dat zowel de gemeente, wandelaars, direct omwonenden en het waterschap er alles aan doen om een rattenplaag te voorkomen. Als een van die vier schakels het werk niet voldoende doet, ja, dan werkt het voorkomen van ratten onvoldoende. Dus vandaar eigenlijk ook een oproep, ook aan de bewoners, om mee te helpen, zeg maar, om gezamenlijk die ratten te kunnen bestrijden en te voorkomen. Verharen zegt meerdere meldingen van buurtbewoners te hebben gekregen over de aanhoudende rattenplaag. We spraken met twee bewoners. Ja, die zitten er al, zolang als wij hier bouwen, dat is 28 jaar geleden, toen waren er al ratten. En er zijn nog steeds ratten. Ja, het is aan de slootkant. Dus ja, ze waren er eerder eigenlijk als wij. Nee, niet echt overlast gehad. Wel dat we op een gegeven moment constateerden dat ze in de tuin liepen. Maar dat is maar heel even geweest. En toen hebben we ook die beste man in Niftrik gebeld. En die heeft wat van die vallen neergezet, maar voor de rest niet. Mijn doel is enerzijds te zorgen dat het waterschap ook op aangesproken wordt op haar rol, haar verantwoordelijkheid in het bestrijden van rattenoverlast. Het andere stuk is ook alweer de bewoners te activeren om mee te werken, zeg maar, om het te voorkomen van die ratten. En dus te zorgen het niet voeren van de dieren hier in de eenden in de sloot, maar ook met name de achtertuinen schoon te houden. En als je kippenhokken hebt of vieren, zorg nou dat die ook goed bijgehouden wordt.